Hallo allemaal, even een klein filmpje over hoe dat is om als schrijver reviews en recensies te krijgen. Het is echt zo spannend, want telkens als ik op Twitter of op Facebook iemand schrijf een review gepost of recensie of iets, dan denk ik, oh jezus, oh ja, En dan ga ik dat lezen en dan soms is het echt zo geweldig. Want dan heb je gewoon zo hard gewerkt aan dat eerste boek. En dan is hij er. En wat gaan mensen daarvan vinden? Want mensen hebben meestal een eerlijke mening over een boek. Een grote deel de factor wat altijd terugkomt is dat het lettertype heel erg klein is. Ja, dat kan. Ja. Maar over het algemeen zijn het toch wel hele leuke positieve reacties. En ik wil dus een paar met jullie wel delen. Wat opvallen. Ja. Bijvoorbeeld Yvette Schrijf zegt, het is heel fris, vernieuwend en vermakelijk. Heel veel mensen zeggen dat is een guilty pleasure. Intensive chick lit. En als je gewend bent om helemaal een Brusselmans te lezen. Dat is ook wel een chicklet, ja. Dus even kijken, ja, grappig. Het ligt heel vaak terug. Heel veel mensen hebben lopen lachen. En dan vind ik het gewoon cool dat ik gewoon... Ja, mensen hebben lachen. Ja, op afstand. En later. Maar toch, ik heb mensen aan het lachen. Thrillerlezers vonden ook heel opmerkelijk. En die vonden het hilarisch en romantisch. Nou, dat is wel goed. Mensen wel heel erg houden van thrillers, wat dat dan... Positief, ja, leuk. De S-word vond ik heel erg vermakelijk. En dat vond ik heel leuk. Dus ja, toch wel een heel leuke recensie. Want dat kwam van een man. Dan denk ik, nou, een chicklit van vrouwen voor vrouwen. En dan ben een man, dat is interessant. Ook heel goed. En de mensen zeggen, ja, Milou is een beetje zo'n vriendinnetje van ik of wat. En dan vind ik dat zo cool. Weet je, iemand had je dan zo hebt bedacht. Want dan weet je zo. Ja. Dus ik zou zeggen, de teller staat nu op 23 reviews op bol.com. Het is gigantisch. Ik zou blijf lezen, blijf typen. En ik vind het allemaal geweldig. Moet ik zo zeggen, ik leer ook wel dingen wat zeggen. Maar nee, dit vond ik zo of dit vond ik zo. Daar leer ik ook wel dingen van. Sommigen vonden niet erg herkenbaar. Ik kan ook wel inkomen. Sommigen vonden dat het snel ging. Sommigen vonden dat langzaam ging. Ja. Maar ja, is leuk. Ik leer er gewoon heel. Zo cool. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon al die ongezouten meningen geven. Ik vind het helemaal geweldig. Het is zo, ja. Jullie lezen en dan lezen. Dankjewel. Doei doei.